Tapas. Ja hoor. Ja, oké. Okay. Zie je ook nog het oude pigment weer een beetje erdoor. Het is een beetje geel geworden, de oude pigmentatie. Een beetje vergeeld in de huid. Maar op zich is dat wel mooi om te zien, want je ziet ook heel vaak dat juist de verouderde pigmentaties, die donker zijn geweest, blauw verkleuren. Oh. En dan betekent het vaak dat degene die ze toen die tijd gezet heeft, met een zwarte inkt heeft gewerkt. Want zwart is eigenlijk blauw of groen. Als je ook kijkt naar die tatoeages van vroeger, echt van die zeemannen en zo, dan zie je ook dat ze op een gegeven moment blauw of groen verkleurd zijn. Dus dan is er gewoon met een zwart gewerkt. Ik kan hieraan zien dat ze gewoon bruin getatoeëerd hebben. Dus dat is wel goed geweest. En dat komt er heel vaak voor hoor, dat ze echt blauw hier komen. En dan denk je, oh, wat is gedaan. Hoe los je dat nog op? Ja, het kan wel hoor. Ik kan eventueel met een tegenkleur gaan werken, dat hij toch wel weer een beetje neutraliseert. Maar die kleur die heeft hoe dan ook eigenlijk altijd de overhand. Want het is gewoon een veel vastere kleur geweest die er gebruikt is. Dan waar wij nu mee werken. Die kleuren waar wij nu mee werken, die zijn echt 3 tot 5 jaar en dan zijn ze weg. Dat is dus permanente make-up, want als je wat ouder wordt, dan is het niet altijd als je bijvoorbeeld op je 20ste een wenkbrauw laat zetten. Stel dat die op je 50ste nog zit en heb je een hele andere gezichtsvorm. Ja. En het is juist mooi dat je dan de vorm aan kan passen, net als wat ik eigenlijk nu bij u doe. Gaat dat? Kun jij het ook zo zien, Jan? Ja. Deze bloedt iets meer. En die voelt veel minder. Ja, typisch is dat dan, hè?
snel hoor. Dat is echt wel heel gunstig. Wat zeg je? Hij pakt heel snel de inkt. Okay. Ja. Schoonmaken, er is een beetje bloed bij. Dat piekt nu weer een beetje. Verzacht het weer. Zo is goed te doen, hè? Ja. En dat spul erbij. Ja. Het is alleen hier, dus op je jukbeen, ja. Daar is het gevoelig. Maar daarboven, als je daarboven bent, aan deze kant is het gewoon net je elektrische tandenborstel. Nou hier, wie weet lukt het er ook mee. Misschien valt die donkere plek, die ouderdomsplek rechts ook minder opnieuw. Ja, die kans is wel aanwezig nou natuurlijk. Ja. Dat versterkt nog meer het hangen. Ja. Zo'n pintjes. Heel klein beetje breder maken. Ik doe deze kant ook straks nog heel even een beetje. Heel klein beetje maken. Nou is het tussen de haartjes in, is de huid ietsjes rood. Mm-hmm. Kijk, als dat straks wegtrekt, ja. Dan kun je dus ook echt een beetje de afstand goed zien. Ja. Daarom is het wel toch wel belangrijk dat u de haartjes sowieso nog een keertje laat bijwerken. Ja. Want er kan zijn dat er tussen de een of andere wat meer ruimte zit. Kijk, dat heb je natuurlijk in een eigen wenkbrauw ook. Ook alle haartjes zitten niet precies op zo'n afstand, maar... Mocht het storend zijn, dan moeten we dat gewoon even bijwerken. Ik heb hem wel vrij strak op elkaar hoor. Dat wel, want dan is het een beetje een combinatie tussen die invul en die haartjes. Nou, wordt al wat? Keurig hoor.